Bij netwerken gaat het om geven en gunnen. In Nederland zeggen we geven en nemen, maar het gaat juist om dat gunnen. Het gunnen van informatie aan mensen, het gunnen van tips en het helpen van ondernemers om beter te ondernemen. Eén tip is bijvoorbeeld dat je regelmatig contact houdt met je relaties. En daar heb ik er net een netwerkrotonde voor ontwikkeld. En doe dat bijvoorbeeld twee of drie contactjes in het voorjaar en drie in het najaar. Dat zou kunnen zijn een artikel wat je ziet op internet. of een artikel in een vakblad. En dat stuur je even naar iemand en zeg je: Heb je dat gelezen? Diegene zegt: Ja, heb ik gelezen. maar wat leuk dat je dat stuurt. Of hij zegt: Ik heb het helemaal niet gelezen. Wat goed dat je dat even stuurt. Nou, leuk contact. één vonkje. Mijn tweede tip is: Word actief lid van een club. Een businessclub. En, en dat heb ik zelf ook gedaan. voordat ik zelfs mijn bedrijf startte. Uh, de, die club had een nieuwe website nodig. Ik kan geen website maken. Ik zei: Ik word projectleider. En ik vroeg een aantal mensen: help mij om dat project te doen en om die website te maken. Dat hebben we gedaan. Dat viel op. En daardoor kreeg ik werk van de gemeente voor een dag in de week op de economieafdeling. En dat werd zelfs twee dagen in de week. Ik had mijn bedrijf net gestart. Dus word lid actief van een club en het genereert ook werk. Mijn laatste tip is een tip voor introverte ondernemers. Ga er wat meer op uit. Kom achter die pc vandaan. Kijk naar events bij jou in de buurt. Als je naar een event gaat, kom wat eerder. Kijk naar de presentielijst. Daar staan vaak mensen op die je normaal niet te pakken krijgt en die lopen daar. Spreek ze aan. En wellicht kan je tot een vonkje komen en tot contact. Kom dus wat meer achter die pc vandaan. Ik garandeer je dat door mijn tips die allemaal in dat boek staan, dat je beter netwerkt en dat het veel betekent voor je onderneming.